Oh, ik ben zo blij dat jullie weten dat ik weer zwanger ben. Le bébé nummer 3. Oh. Ik zag dat ze echt te leuke babykleding hebben. Waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Bij mijn andere zwangerschap. Hallo, hallo. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. En yes, the word is out als jullie dit zien. Oh, ik ben zo blij dat jullie weten dat ik weer zwanger ben. Jeetje, wat een opluchting dat ik nu eindelijk alles kan vertellen wat er speelde de afgelopen weken en hoe ik me voel en ja, gewoon dat. Ah, heerlijk. Ja, op het moment dat ik dit nu vlog weten jullie het nog niet, maar aankomende vrijdag voor mij komt de aankondiging online en jullie hebben die dus al kunnen zien afgelopen vrijdag. Ah, heerlijk. Het is echt een opluchting dat jullie het weten. Sowieso een opluchting dat alles goed is en ja, dat natuurlijk op de eerste plek, maar op de tweede plek dus ook echt dat ik het jullie weer kan vertellen. Vanochtend ben ik dan ook naar de verloskundige geweest voor de eerste controle en de eerste afspraak. Ik heb weer een caseload verloskundige. Wie ons boeken heeft, weet wat dat is. Dat is een ZZP verloskundige. Dus die werkt niet in een praktijk. En ze heeft dus haar eigen praktijk, om het zo maar te zeggen. En die neemt ongeveer 5 zwangere vrouwen per maand aan. En die begeleidt ze dan de hele 9 maanden. Tot en met de bevalling en de kraamweken. En op die manier weet je dus altijd wie je hebt bij je bevalling. Heb je altijd 1 vast gezicht. Een caseload verloskundige, ik kan het echt iedereen aanraden. Google het eens als je zwanger bent. Je moet er wel snel bij zijn. Bel vanaf het moment dat je een positieve test hebt, want ze zitten heel snel vol. De controle was gelukkig helemaal goed. Dus ze hebben mijn bloeddruk heeft ze gemeten, even bloed geprikt. Ik zal even mijn pleister eraf halen. Bloed heeft ze geprikt, hartje geluisterd. Jelle was mee, want Jelle is ziek. Vorige week waren we immers allemaal geveld door de griep. En Jelle leek er goed vanaf te zijn gekomen, doordat hij alleen maar 1 middagje thuis was van school. Maar die is vannacht alsnog ziek geworden en echt flink ziek, net als Gijs. Dus ik heb nu voor de 4e nacht op rij elk uur van de klok gezien. Dus mijn hoofd barst echt uit elkaar van de hoofdpijn. Maar onze jongens waren echt zo ziek afgelopen nachten. Dus die is lekker thuis. Ja, jongen. Dus ik heb echt barstende koppijn van de vermoeidheid. Dus ik ga zo even een paracetamolletje innemen. We waren ook wel gelukkig pas 7:30 wakker. En daardoor moest ik vanochtend echt 7:30 weg. En is het hier in huis nu echt een grote rommel. Doordat ik gewoon echt ontbijt heb gemaakt, de kinderen heb aangekleed en Jelle zo in de pyjama heb in de auto heb gedrukt. Gijs gedropt bij de crash en toen gelijk door naar de verloskundige. Dus dat ga ik eventjes opruimen. Jelle eventjes lekker bedje maken op de bank, dat hij kan rusten. En dan kan ik nog wat werken, hopelijk zo meteen. Gisteren heb ik trouwens de eerste pakjes van onze baby gekregen. Even kijken. Kijk. Super schattig mutsje. Het is een pakje. Een setje met dit shirtje. Het is grijsblauw. En het broekje. Dit is een setje van H&M. Dan van Arket. Dat is een of andere nieuwe webshop die je overal bij influencers ziet. Dus ik dacht ik ga ook eens kijken. En ik zag dat ze echt te leuke babykleding hebben. Dit rompertje. Met een bijbehorend broekje. En ook van de H&M een salopet, een tuinbroekje met streepjes. Super leuk. Hoe cute. Echt heel erg leuk. We hebben dus echt helemaal, maar ik bedoel dan ook echt helemaal niks meer. We hebben geen commode meer, we hebben geen kinderwagen meer, we hebben geen romper meer. Zelfs alle hydrofiele doeken zijn het huis uit op een paar slabben na. Ja, alles is gewoon weggedaan. Want we waren er echt van overtuigd dat we geen derde kindje zouden krijgen. En dat de wens echt vervuld was.
Maar dat bleek dus anders te liggen. Echt gewoon 2 of 3 maanden nadat we onze kinderwagen aan vrienden hadden gegeven en de commode hadden verkocht, begonnen mijn eierstokken te rammelen. Dus ja, alles moet gewoon echt opnieuw gekocht worden. Maar ik bedoel ook echt alles. Ik heb gewoon niks meer. Een paar sentimentele pakjes heb ik van Jelle en Gijs bewaard. Maar ik moet zeggen, die zijn na 2 lichtingen. Hebben ze echt allemaal van die vieze vergeelde spuugkraagjes, om het zo maar te zeggen. Dus dat kan niet echt meer aangetrokken worden. Maar dan zijn er ook maar 2. Dus ja, alles is gewoon weg. Ik heb even lekker lunch voor mezelf gemaakt. Linzensoepje uit de vriezer. En broodje met tapenade, lekker geroosterd. Ga ik nu eventjes verder aan het werk. Ik moet een heleboel facturen betalen. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik kan gewoon lekker makkelijk op mijn telefoon, gelukkig. Dit is de verkeerde bankieren, deze. Heel veel mailtjes beantwoorden. Ik loop echt compleet achter. Zo heerlijk, jongens. Het zonnetje schijnt. En het zonnetje schijnt ook weer naar binnen. En dat is voor mij altijd een teken. Dat de lente er weer aankomt. Ook al moeten we heel februari nog en kan maart grillig zijn. I know. Oeh, lekker zonnetje. Maar het wordt tenminste weer lichter. Oh, zo lekker. Ik geniet er zo van. En die daar ligt lekker te slapen. Dus ik ga daar even naast zitten met een kopje thee voor mezelf. En dan ga ik nog even wat mails beantwoorden op mijn telefoon. Och, jongen toch. Het is 5 uur. Ik heb het Gijsje opgehaald van de crash en ik ga lekker koken. Ik ga gegrilde groenten met vegetarische balletjes maken en dan couscous erbij. Dus dat gaat lekker in de oven. Ik heb het besprenkeld met olijfolie, peperzout en een beetje oregano. Ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt. Dus dat gaat lekker de oven in. Oeh, wij gaan lekker eten. Dit is dus couscous, gegrilde paprika, gegrilde courgette, gegrilde pastinaak. Vegetarische balletjes en nog wat kidneybonen. En wel grappig vandaag, ik zei tegen de verloskundige van ik eet vegetarisch. Dus ik ben benieuwd ook naar mijn ijzergehalte. En die was echt sky high. Dus dat is wel leuk. Dus dat gaat helemaal top. Een hele goede morgen. Woensdag vandaag. En het is 8:15. En ik zit al helemaal in de stijgers op mijn haar na. Want dat gaan we juist vandaag even mooi laten feunen. We hebben een afspraak bij Jill van Boudoir. Of voor een lekkere pamper sessie. Tien is natuurlijk net bevallen. Dus dan is soms je haar even lekker laten behandelen. En feunen heerlijk. Dus dat gaat Jill doen voor ons. Dus niet naar de kapper. Jill is trouwens wel kapster. Maar we krijgen een Olaplex behandeling. En het is even een lekkere blow dry. Heel fijn. Moeder is hier zo. De kinderen liggen beneden op de bank. Gijs, die liggen gewoon lekker. Maar Jelle is nog steeds wel heel ziek. Ik zal even mijn outfitje laten zien. Hij. Wat is jullie nog niet opgevallen, jongens? En dit is wat ik draag vandaag. Deze top is van Uniqlo. Is een soort van ja, merino wollen crème kleurig truitje. Heel fijn. Dan draag ik deze rok. Die is van And Other Stories. Een panty van H&M en Dr. Martens. Oh, heerlijk deze nieuwe spiegel. Kan ik gewoon bijna mijn hele outfit laten zien. En het buikje zijn jullie natuurlijk ook benieuwd naar. Nou, het is nog niet heel zichtbaar. Ik kan er nog mee wegkomen alsof ik gewoon veel gegeten heb, toch? Of niet? We zijn in de stad. Hallo. En onze kleine beer is bij ons mee. Ook konijn. Konijn. Vet gezellig. We gaan lekker naar Boudoir. Wat ik al zei, ons haar even doen. Even heerlijk. Blow dry. Even kijken of ze een goede blow dry hebben. Willen geven. Het is nodig. Oh, koud man. Oh, en ons kopje thee is alweer klaar met M&M's. Die krijg je hier altijd. Lekker in het salonnetje van Jill, jongens. Kijk, Jill heeft ook zo'n lekkere lichtstoel. Oh, heerlijk. Oh, en mag ik even heel blij zijn? Oh. Ja, vertel. Oh, mag ik even heel blij zijn? Gisteren dacht ik ineens, ik heb nog een doos op zolder met kleren die niet passen omdat ik zwanger ben. Ik denk, kleren die ik ja, je ziet er echt leuk uit, Tien. Staat je echt goed. Ja. En dit is echt mega borstvoedingsproef natuurlijk. Ja, maar dat staat je super stoor. Ja, ik had het toen best wel een maat groter gekocht, maar ik dacht nog bijna wel wat meer ruim. Ja, is je best wel ruim, ja. Ja, het is niet zo gek. Val je af misschien? Misschien ja. Val je af ook nu, hè? Door de borstvoeding. Ja. Lekker door de wasstraat, Tien. Oh, dat is als nieuwe mama toch heerlijk, hè? Dat je haar gewoon even gedaan wordt. Dat is echt ultieme luxe. Het is ook een lekkere stoel bij jou. Ja? Het ziet er ook goed uit. Het zit hier echt leuk, ja. Nee, precies. Zit ze hoor, als een pro. Ik vind dit nou echt knap. Ja, je doet het gewoon echt. Nou, en Tien krijgt dus een heerlijke behandeling van Jill vandaag. Jill, wat ga je doen? Vertel het ons. Ik ga een Olaplex herstelbehandeling doen. Mm-hmm.
Dat bestaat uit de stapjes nummer 1 en nummer 2 van Olaplex. Oh ja. De, nummer 1 heeft er al 5 minuten in gezeten. Oké. Okay. En nu zit de nummer 2 zit erin. Mm-hmm. En die moet dan nog eventjes een kwartiertje inwerken. En wat doet het ook alweer altijd voor je haar? Kijk, we krijgen het altijd, maar ik vergeet altijd wat het precies ook alweer doet. Het herstelt je zwavelverbinding. Oh ja, dat was het, ja. Ja. Dus als je je haar chemisch of thermisch beschadigd hebt, dan herstelt de Olaplex eigenlijk. Ja, precies. Ja, dus als je haar heel veel kleurt of met de krultoon snel behandelt, beschadigt je haar. En Olaplex zorgt eigenlijk voor dat het hersteld wordt. Ja. Het is wel echt een revolutie in de kapperswereld, of niet? Ja, zeker. Bijna iedere kapper gebruikt het inmiddels, hè? Ja. Ja. Tadaa, ik ben helemaal klaar. Olaplexje en een heerlijke blowdry met krullen erbij. Love it. Kijk nou, het begint er weer te komen. Ja, team! Ja, je hebt nog niet gereageerd. Dat is niet. Maar we hebben jou nog niet gehoord. Nou, ik was wel in shock dat het jongetje was. Dat had ik niet verwacht. Maar ik vind het wel heerlijk. Best, weer geen bestie voor zo. Ja, nou ja. Het is wel jammer. Yeah. Maar misschien wel een, je weet het een niet, toekomstige hè? Man. Je weet, worden ze wel transgender. We kunnen nog dromen over een huwelijk tussen onze kinderen. Ja, nou, kijk, ik heb wel gewoon drie keer kans, zal maar zeggen. Ja, er moet er toch één tussen zitten. Ja. Toch? Die geschikt is voor Zoe. Nou, kiest u maar allemaal een pak. Ja. Zo, je hebt 3 keuzes. Daar mag je uit kiezen. Dat is het. En zo'n video maken. Wie moet ze kiezen? Nee, maar kijk, wat een leuk bumpje. Je gaat het wel echt zien, denk ik nu hoor. Oh, ja. Helemaal weer gezond. Ja, zo blij voor jullie. Zo leuk, hè? Echt fijn. Echt bizar. Ik ben ook eerlijk gezegd nog steeds een beetje in shock. Shock, ja, dat snap ik wel. Ja. Dat, echt eentje aan. Dat het echt zo is. Ja, ik weet niet. Het is zo snel gegaan dat ik echt... Gewoon, ik loop nog een beetje achter. Ja, dat snap ik wel. Ja, nou, ik vind ook zeg maar dat in de zomer dat je gewoon gaat bevallen. Ja. Mag ik een hallo lief? Ja, want dat stukje dat Willemijn zegt, nou, of er ooit nog een hallo lief video komt. Ja. Toen wist ze natuurlijk al lang dat ze zwanger was. En ik zei tegen haar, je moet echt niet zo obvious doen. Jij bent af en toe echt te obvious gewoon. Maar volgens mij hebben jullie het niet echt heel erg doorgehad. Dus het valt mee. Maar de hallo lieve video is voor mij bestemd. Misschien is dat wel de je laatste. Je derde. Ja, dat weet ik. Nou, Tien heeft het nu al over een derde. Ik denk dat er nog... Ik voorspel bij deze dat er ooit nog een zesde komt. Als we tegen die tijd nog op YouTube zitten. Het zou toch wel qua OCD een gelijk getal zijn. Ja. Dat zou toch wel 6 kinderen. Willem, 10 en 6 kinderen. Het lijkt me... En dan ook gewoon met een busje huren en naar zo'n attractiepark gaan. Dat worden leuke video's. Willem, 10 op vakantie met 6 kinderen. Oh my god. Ik ben benieuwd wanneer eigenlijk echt op die kleur ogen. Ik weet niet goed wanneer je dan echt gaat zien wat voor kleur dat wordt. Ja, een half jaar toch? Ja, pas na een half jaar. Ja. Zo, nou jongens, ik kan naar de bruiloft. Ik heb geen bruiloft, maar het is altijd leuk geweest. Nee, mooi zeg. 22 inch, hè, zei jij dat deze krultoon was. Zo, echt mooi. En ik heb even gevraagd aan Jill, kun je alsjeblieft mijn pony even bijknippen? Want als je bijvoorbeeld op Instagram, word je waarschijnlijk helemaal gek van me. Want ik blijf maar de hele tijd mijn pony zo naar achter doen. Maar gelukkig is die weer een beetje bijgeknipt, dus dat scheelt enorm. Oh, de zon. Helaas. Oh, nou, ons haar is prachtig gedaan. Heerlijk. Weer even gekapt. Oh, Jill vertelde gewoon dat er iemand bij haar is die gewoon 2 keer per week op dinsdag en vrijdag haar haar gewoon puur komt wassen en feunen. Wat een luxe. En dan denk ik, oh, als je gewoon die luxe hebt, hè, zoveel geld. Dat je echt denkt, oh heerlijk echt, zeg. Het is wel lekker om jezelf een keertje te wennen. Ja. Als je even mooie krullen wil en... Dit kan ik thuis ook niet op deze manier, weet je. Nee, je hebt deze lengte met deze dikke krul staat bij jouw haar mooi. Ja, dat is echt nice. Nou, wij gaan even lunchen in het nieuwe Forum. Dat is een nieuw gebouw hier in de stad. Superleuk. Kan je helemaal boven in de stad kun je lunchen. Kun je heel goed uitkijken over de stad. Tien is er nog niet geweest, dus... Weet je, de avond dat Zoe geboren is, toen waren Jure en ik daar. Ja, leuk. Nou, wat leuk. Dus daar gaan we even gezellig naartoe. Hi, is het Tien? Heel vet. Hier heb je dus echt een mooi uitzicht over de stad. Dit is Nok, het restaurant. Je kan ook nog naar het dak van het Forum toe en dan heb je echt een heel mooi uitzicht over heel Groningen. Ja, fijn stadje hebben we toch, jongens? Nou, dat was een gezellig middagje. Ja. Echt gezellig, ik mis je wel. Oh, ik jou zo niet meer structureel. Maar je komt toch vrijdag weer? Ja, ik kom en vrijdag. En maandag ook weer. En vrijdag komt het bekendmaken van Le Bébé nummer 3. Oh, spannend. Hoe zullen we hem eens noemen, jongens? Wat voor, ja, wat voor werknaam moet dit krijgen? Wat voor bijnaam gaan we hier nou voor doen inderdaad? I don't know, man. Bengel 3. Tien en ik hebben vanochtend foto's gemaakt op de Grote Markt. Waaronder ik ook eventjes met mijn buikie poseer. En ja hoor, we zijn gesnapt. Een volger heeft het gezien. Kijk wat ze zegt. Zag ik dat nou goed op de Grote Markt? En dan een hartje met een zwanger poppetje. Dus ik heb gezegd, ja. Zo grappig. Dit is me 1 keer eerder overkomen. En dat was toen ik ging bloed prikken bij Jelle. En dan staat er op je formuliertje prikken op...
ijzergehalte en ook rhesusfactor en zo. En iedereen die bloedprik weet dan precies waarvoor een vrouw komt. Dus die zei ook toen heel subtiel van, oh wat leuk, ja ik volg je. Ze zei niet letterlijk van gefeliciteerd met je zwangerschap, maar ik wist gewoon van, oké, jij weet nu dat ik zwanger ben. Dit is de tweede keer dat dit ons overkomen is. Ja, ik moet zeggen, we houden het goed geheim. Maar diegene die weet, het is nu woensdag en aankomende vrijdag komt het online. Ik heb net een hele tas van ASOS binnengekregen met kleding, zwangerschapskleding, maar ook gewoon normale kleding uit de collectie. Ik ga het boven even uitpakken en aan jullie wat even laten zien. Oké, dit is setje nummer 1. Dit is wel een specifieke zwangerschapsrok van de ASOS met rib en stipjes. Kijk, zo even een beetje zien. Moet ik al zeggen, ik vind dan wel bij de ASOS, het valt ook gelijk echt mooi bij je buik. En het t-shirtje is gewoon een normaal wit t-shirt en dan een maatje groter gekocht. Leuk, leuk, leuk. En dan heb ik nu een panty eronder met Dr. Martens, maar in de zomer kan het natuurlijk met blote benen. Dan hebben we hier rok nummer 2. Wel leuk, maar ik ben niet echt overtuigd. Hij is ja, statisch, hij plakt aan mijn benen. Hij is wat langer dan op de foto. En hij is ook heel erg moeilijk aan de achterkant. Kijk, hier hangt nog een shirtje en... Die kreukt helemaal. Oh, sorry, buiten adem. Van de trap oplopen. En dan ook nieuw deze legging. Oh, zo. Zie je hem goed in, jongens. De leggings van de ASOS vind ik echt super leuk. Dit kan voor nu al met een Dr. Martens. Of straks met een witte sneaker. Leuk jasje eroverheen. Jeansjasje of zo. I like it. Ja. Ik vind hem leuk. En ik vind het vooral ook leuk dat je hier echt al in kunt zien dat je zwanger bent. Een oud roze blazertje voor overheen. En dan heb ik een jeans van de ASOS Maternity collectie. En deze heeft zo'n band. Dus die heeft niet een band om je buik heen. Maar een beetje een verlengde brede band, zeg maar. En dat vind ik voor de eerste weken geloof ik wel heel erg fijn. Want hij heeft ook gewoon een normale achterkant. En verder hier niet te veel hier, want die buikbanden passen nog niet. Maar mijn buik, mijn broeken passen ook echt niet meer dicht. En dan is dit echt super relaxed. En dit kan nog echt wel, nou, 2-3 maanden mee. En dan gaan die hooggesloten met een buikband broeken echt wel fijn zijn, denk ik. Maar voor nu is dit echt perfect. Oh, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Bij mijn andere zwangerschap. Ik heb dan altijd elke keer zo lang dat ik aan het kloten ben met die buikbanden. Eerder dat het pas echt goed past, was ik al over de helft. En omdat ik toch redelijk klein van stuk ben. En dit is eigenlijk perfect. Love it. Dit had ik eigenlijk gewoon de eerste week al moeten kopen, joh. Dat is veel beter. Maar ik heb dus al die weken gewoon gedaan met een elastiekje. Ik heb gewoon al mijn oude broeken gedragen. En dan met een elastiekje door het knoopsgat. En dan de knoop om de knoop gehaakt. Waardoor je gewoon veel meer ruimte hebt. Dat kan natuurlijk ook. Maar één zo'n broek hebben was misschien wel relaxed geweest. Kijk eens, moppies. Dit is voor jullie. Dit is de kant zonder schil en dat met schil. Goedemorgen. Oh, het is nog een beetje grauw hier. Maar goed, mag de brug niet drukken. Het is 9 uur. En ik heb vandaag beide jongens thuis. Jelle is wel weer beter, maar ik kreeg een bericht van de school dat de juf ziek is en dat er geen vervanger is. Dus hij is thuis. Gelukkig gebeurt dit op de donderdag, de dag dat ik sowieso al vrij ben. Dus dat scheelt. Maar het is natuurlijk wel echt ontzettend rot. Maar ik moet zeggen, bij ons op school valt het echt nog mee hoor, met lerarentekorten en ziektevervanging en dat soort dingen. Volgens mij is het in de Randstad veel erger momenteel. In elk geval komt mijn vriendinnetje Martina zo. En dan gaan we samen nog even een foto maken voor de aankondiging op Instagram. Die heeft inmiddels al live gestaan. Oh, zo benieuwd. Nog wel even een lipstickje op, zie je, zoals je ziet. Want je ziet er altijd uit als een lijk als je full-face make-up op hebt. En dan nog van die foundation lippen. Dus dat doe ik nog even. Maar ik ga eerst even fruit eten. Dus dan doen we daarna een sticky lip op, zoals Tien zou zeggen. En dan ga ik daarna, als Martina geweest is, dan moest ze ook weer door naar een vriendin, ga ik met de kinderen naar Belorig. Want ik dacht, ja, ze moeten wel even wat doen dan. Want Jelle zit al dagen binnen, dus die verveelt zich hier ook de pleuris. En Gijs is ook wel toe aan even uitrazen ergens. Dus dan gaan we daar naartoe. En misschien dat die nog komt, maar ze zou even bekijken. Dus we'll see. Dus dat is weer een lekker dagje. Ik ben trouwens helemaal in mijn nopjes met mijn outfitje. Ik zal hem jullie even laten zien. Deze trui is van Naked. En dan heb ik hier dus die zwangerschapsrok van de ASOS. En ik heb nog geen schoenen aan, maar ik doe mijn Docs eronder. Maar kijk hoe lief buikje je hier al in hebt. Wat cute!
Oh, zo gek dat ik weer een bui krijg. Eerst had ik er een beetje moeite mee, want dan zit je echt in zo'n rottige tussenfase dat je denkt, wat moet ik aan? Maar nu begint hij wat te groeien en dan, ja, dan lukt het weer een beetje om wat leuke outfitjes mee te zoeken. Kijk, daar is ze hoor, schattie. Oh, mijn lieverd. En dan gaan we lekker een fotootje maken. Ik heb nog een cadeautje gekregen voor de baby. Ja, heerlijk. Dus ja, zeg maar waar ik moet staan, wat ik aan moet. En dan kunnen we helemaal van start. Doe maar Dino even, oké? Ja, oké, doe maar je Dino. Nee. Je moet je net kwijt. Wow, de Instagram post is net live gegaan. Zo bizar. En echt iedereen, bijna iedereen die zegt, ik had het echt niet aanzien komen. I know. Niemand niet. Zo leuk. En jullie lieve berichten zijn echt zo, zo leuk. Ik zit nu even in de auto. Ik ga met Gijsje even naar de markt toe. Jur is net thuis gekomen. Dan gaan we nog even snel kaas halen. En dan is het ook alweer avondtijd om te koken. Oh, dit moppie is zo dol op zijn olifanten, Gijs. Een lekkere grote knuffel, hè? Daar zijn we weer. Ik zal even laten zien wat we hebben gekocht. Een lekker groot blokje kaas. Een kilo koop ik meestal. Dat gaat, nou, het gaat een anderhalve week mee of zo. En dan snij ik van het laatste stuk meestal ook wat reepjes kaas of blokjes kaas van het weekend of zo. Of ik rasp het bijvoorbeeld over het eten heen. 100 gram blanke rozijnen. En 100 gram donkere rozijnen. Die snoept Gijs meestal lekker. En dan nog wat chocoladepindas. En bij de supermarkt hebben we appelstroop gekocht. Meestal koop ik ook nog groente en fruit, maar dat was deze keer niet nodig. Dus dat was het. Gaan we nu lekker naar huis. Laat is het 4:30 en dan gaan we koken. Oh, we hebben taco night. Super lekker. En in plaats van gehakt heb ik met de taco kruiden, zo'n zakje weet je al, heb ik soorten bonen gebakken. Dit zijn van die taco tubs, dat zijn van die bootjes. Dat eet echt zoveel makkelijker. Dit is een vegetarische balletjes, die hadden we nog over. En dan verder allemaal lekkere groentes erbij. Guacamole, dit keer uit een bakkie. En zure room. Super lekker. Goedemorgen, ik moet zo lachen. Ik heb nog helemaal niet gevlogd vandaag. Ik ben vanochtend aan het werk. En Jurre die is vrij vandaag en die zou ik daar halen. Morgen komt er nog een klein beetje visite voor Gijs' verjaardag. Want opa's en oma's die vorige week niet konden, toen waren we ziek. Dus ik zeg, heb je twee taarten gehaald, schat? Twee taarten? Zeg, ja, die kleine is voor nu. Ja. Love it, echt love it gewoon. Ik dacht namelijk al, oh, als ze te grote taarten, neem ik nu even een stukje. Wat ben je toch een schat? Heeft hij dan nog drie meegenomen ook? Omdat 10 zo meteen komt. Te lief. Guess who's back? Back again. Tien en ik zijn lekker aan het werk, een middagje. En Tien is bezig met... Halleluja. Facturen. Love it. Vind ze leuk hoor. Pay motherfucker. Precies. Oh, nee. Ja, nee, leuk. Lekker. Zo, je slaapt lekker. Dus dat is echt perfect. Top. Wel een beetje verkouden, maar daar drinken we een teetje op. Hè? Oh, zo lief. Het eerste cadeautje is gewoon al binnen. Dat moet gewoon gisteren op de post zijn gedaan nadat het nieuwtje online kwam. Dit is van een klant van ons waar we een superleuke samenwerking mee hebben. Van Ter Stal. Die winkel hebben we ook bij ons in het winkelcentrum. En... kijk, omdat ze nog niet weten, schreef ze wat het wordt. Hebben ze zowel voor een meisje als voor een jongen wat erin gedaan. Superleuk. Nou, inmiddels weten jullie dat natuurlijk. Ik hou deze. De minibos voor de jongens. En dan kan deze lekker naar Zoe zo meteen. En Tien zit lekker daar. Nou, ik zou zeggen dat jij zit te tanken, maar Zoe zit te tanken. Zo, dat kind dat klakt ook gewoon echt zo. Erg, hè? Ja, ik ben wel leeg zo. Ik heb mijn moppie opgehaald en die andere ook. We gaan lekker eten. Gevulde puntpaprika's met bulgur en feta. En een pepertje. En rucola. Kippenbouillon. Was dat het? Nee, niet kippenbouillon. Groentebouillon. Haha. Zat er nog meer in? Uitje. Nou, volgens mij was dat het wel. Echt super lekker. En de kids eten dit. De kale versie. En dat was weer de weekvlog van deze week. Ik hoop dat je genoten hebt. Het was best wel veel zwangerschapspraat. No worries als je er niet heel erg van houdt. Het wordt wel weer minder. Maar zo'n eerste week nadat het bekend is en de wereld uit is. Ja, dan
heb ik gewoon heel veel bij te kletsen met jullie. En het is ook nog heel vers, dus dan klets je er graag over. Maar komende half jaar zal echt niet elke week vlog bomvol zitten met zwangerschapsgeklets. Dus no worries. Volgende week is er weer een weekvlog van 10 eindelijk. Dus super leuk. Kijk ik nu al naar uit en dan die week erop ben ik er weer gewoon. En voor komende vrijdag staat er ook een hele leuke video gepland. Namelijk een nieuwe uit de shit. En dit keer gericht op ondernemen en carrière. Dus die wordt ook hartstikke leuk. En ik zie jullie over 2 weekjes weer. Doei! Volgende week word je ook 32 nog. Ja, ik word dit jaar word ik 30. En dan volgend jaar word ik 31. En daarna word ik 32 inderdaad, ja. Mama? Ja? Voor...